Ja, gefeliciteerd. Het was een lekkere overwinning zo. Dankjewel. Hoe ging het? We hebben van de week ook gespart samen. En toen dacht ik al van, oh, dit is helemaal niet zo makkelijk. En het is ook helemaal niet zo makkelijk, want ze beweegt best wel snel. En ze gaat heel soepel achteruit en zo. Dus ja, dat is even een klusje. Maar volgens mij ging het verder wel vlekkeloos. Nou ja, vlekkeloos misschien een groot woord, maar overtuigend, dat ik zo denk. Precies. Hoe is het om zo'n interland met elkaar lekker hier af te werken? Leuk, heel apart wel eigenlijk. Het is nu de derde keer en de tweede keer dat ik meedoe. En ja, het is gewoon heel anders dan anders. Want normaal vertrekken wij in een vliegtuig naar Kazachstan of naar Oekraïne, maakt niet uit. En dan zitten we in een hal waar amper publiek is. Ja, ik moet zeggen, ik vind dat ook heerlijk, want er zit dus heel weinig druk bij. En nu is het gewoon heel anders. Je bent heel de week al bezig, je wordt veel meer benaderd door media. Je bent bezig met kaarten, mensen die aan de tafel komen en... Ja, dat is gewoon heel anders. En ja, het is gewoon super groot hier natuurlijk. Vandaag zitten 1800 man. Ja, dat hebben wij nou genoeg nooit. En verder is het ook heel leuk om het met het team te doen. Dat je nu gewoon mannen, vrouwen door elkaar. Die kleedkamer is bomvol. Ook straks nog een profpartij. Dus ja, hectisch. Maar een hele ervaring. Ja, precies. Ja, je hebt het al over de locatie. In een voetbalstadion. Ja. Op een veld, maar wel in een mooie tent. Groots. Ja. Dat lijkt me heel speciaal, ja. Ja, zeker. We konden het gisteren al zien natuurlijk met het businessboxen. Ja, ja, daar hangt ook een sfeer wat je normaal niet meemaakt. En de mensen zijn hier heel lang bezig geweest om dit allemaal op te bouwen. Dat is natuurlijk een enorme klus, want het is niet zomaar even een tentje. Het is gewoon, het hele voetbalstadion is gevuld zo ongeveer. Dus ja, dat is een super mooie organisatie natuurlijk. Gladiatoren aan de Maas in combinatie met Rotterdam Topsport, Rotterdam Boxing. En ja, super georganiseerd. Voel je dat dan ook in de ring, dat het eigenlijk wel anders is? Hè? Tafeltjes staan hier, dus meer gezelligheid ook. Een beetje wel, maar dat is natuurlijk een klus om van tevoren in je hoofd te denken van oké, het wordt anders dan anders. Maar je moet je proberen daarvoor af te sluiten en dat lukt niet helemaal, maar wel genoeg. Ja. Je stond weer eens in de ring, ja. Na je partij op het wereldkampioenschap. Hoe heb je deze periode daartussen zeg maar, beleefd? Nou, ik was 1 week thuis en dat was natuurlijk een week van eerst ongeloof en daarna eigenlijk gewoon boos en geïrriteerd door heel die situatie. Van, is dit nou serieus? Overkomt mij dit nou eigenlijk? En toen heb ik dus snel tickets omgeboekt, want ik zou eigenlijk morgen op vakantie gaan, maar ik ben al geweest. Dus ik wist dat dit toernooi er aankwam en dat het wel mijn voorbereiding een beetje zou veranderen. Maar ik moest gewoon even weg en dat heb ik gedaan en genoten in Vietnam. Dus dat was mooi. En toen teruggekomen gelijk weer in het gareel natuurlijk, want ik had 9 dagen voorbereiding. Dus ja, dat is aan de ene kant is dat lastig, zo kort. En aan de andere kant is het misschien een redding, omdat je dus gelijk, je moet weer door. Dus ik heb er niet veel over na kunnen denken. Je moet gewoon weer door. En ja, dat maakt wel het eerste drempeltje weer naar weer in de ring presteren weer wat makkelijker. En je hebt heerlijk ook op vakantie totaal nergens meer aan kunnen denken? Of speelt het nog wel achterin je hoofd ergens iets? Ja, even vluchtig. En soms zit je met een paar backpackers en dan komt er toch ter sprake over het boksen. En dan kom je er toch wel even over. Maar dat is ook goed, want het is een beetje een verwerking eigenlijk. En daar moet je af en toe over praten, maar niet te veel misschien. En uiteindelijk is het ook maar een stuk, een hoofdstuk eigenlijk, wat je ook een keer moet afsluiten. En die is afgesloten? Nog niet helemaal, want soms kan ik me nog even moeilijk voorstellen dat ik in die wereld weer kom. Dat ik zelfs die tegenstander en die trainers weer moet tegenkomen en zo. Maar ook dat is eigenlijk, denk ik, een kwestie van gewoon gaan en Europa weer in en een kleine toernooi weer af. Dan kom je ze vanzelf weer tegen. En tegen de tijd dat het een half maart is en de belangrijke kwalificaties staan, dan hoop ik dat ik weer helemaal sharp ben. Nou, daar hou je aan. En zo meteen nog een profpartij, hè? Ja. Kijk je daar ook naar uit, naar Danjo? Ja, zeker. Lang geleden dat ik hem live heb gezien. En volgens mij echt een pittige tegenstander ook. Dus dat wordt een heel mooi gevecht. Nou, dankjewel. En succes.